Welkom dames en heren bij Rollercoaster Tycoon aflevering 39 uit mijn hoofd. En in deze aflevering gaan we weer verder werken aan het park. En ik heb een aantal comments gelezen en jullie waren een beetje boos omdat ik dus een aantal updates niet in de video's heb laten zien. Dat komt omdat ik een livestream heb gedaan, daar heb ik ook wat dingen in gebouwd. Dat laat ik jullie nu gewoon zien wat ik heb gebouwd. En ik heb natuurlijk op het forum een aantal dat ik af en toe even doorwerk aan het park, maar niet opneem. Maar dan plaats ik wel een foto voor een teaser op het forum www.davinstaforum.nl. Dan ga je naar het tabblad Rollercoaster Tycoon, Rollercoaster Tycoon 3 Parken. En daarin staat Disney Unique van mij. En als je daarop klikt, zie je dus exclusieve foto's die je nog nooit hebt gezien van het park. Wat ik dus bij heb gebouwd is dit nieuwe station voor de boomstam attractie. Die ik zozeer heb aangekleed in de hele livestream. De livestream duurde bijna anderhalf uur uit mijn hoofd. En ik zie trouwens dat ik hier een dakje mis. Dus wat ik nu ga doen is gelijk dat dakje even corrigeren. Vandaag hebben we geen grote lieve vrienden aanwezig in deze video. Dus jullie moeten het met mij doen. Nou, dat gaat volgens mij wel goed komen. Want jullie zijn dat wel gewend. Ik heb dus een stukje dak nodig wat schuin staat. En nou staat die volgens mij in de Medieval 2 set. Dus natuurlijk de set waar uiteraard weten jullie dat ik hier heel graag mee werk. Dat moeten jullie gewoon nu weten. En dat dakje dat zit hier ergens verstopt. Ik geloof dat die hierbij moet zitten. Ja, kom op. Je zit er gewoon bij. Dit is hem volgens mij, de roof. Dit is een schuine roof. Ik moet een... Dit is hem sowieso. Ja, kijk eens. Nou, dan hebben we geen gat meer erin. Het leuke ook is van deze dat ik dus wat prullenbakjes aan de hoek heb gezet. Ik zie trouwens nog iets wat mis. Wat? Dit is gewoon niet geplaatst door mij. Ik ben gewoon dingen vergeten in die livestream. Of misschien heb ik het verkeerd... Oh, heb ik het gewoon verwijderd, zeg maar. Dat kan ook, hè. Toch een misklik. Nou, als we het over verwijderen hebben, dan wil ik wel zeggen dat ik een attractie heb weggehaald. Ik had er gewoon geen positieve indruk over. Weet je, ja, dat klinkt misschien raar, maar ik zag er gewoon niks positiefs meer in. Dus ik heb zoiets van, ik ga het gewoon weghalen uit mijn park. En jullie gaan natuurlijk denken, Vincent, welke heb je weggehaald? Twee attracties. Deze attractie in de hoek, daar komt namelijk een spookhuis. En dan denk je, Vincent, je hebt toch al een spookhuis? Nee. Het spookhuis heb ik dus weggehaald. Hier op de hoek stond een heel groot gebouw. En je ziet nog steeds het lijntje liggen van de Stitch spookhuis. Het is nog wel gethematiseerd van binnen. Kijk maar, als we even inzoomen, dan zien we hier een soort van gethematiseerde woonkamer. Kan ik het laten zien? Ja, kijk eens. Een beetje spookachtige kamer. Gaan we niet veel mee doen. Waarschijnlijk wordt het weggehaald. Maar in het gebouw loopt ook deze gigantische achtbaan. Misschien dat ik dit gebouw gewoon weg ga halen. En dat het gewoon niet staat hier. En dat we dan de achtbaan misschien nog wel een hele leuke update geven. Want we krijgen hier namelijk een groot gebied. Wat we nog dingen kunnen bouwen. Ik merk wel dat er misschien nog een hele vette achtbaan hier ook nog kan staan. Want kijk hoeveel plek we nog hebben. En het is niet voor niets Rollercoaster Tycoon, weet je wel. Het is een achtbaanpark, moet het worden. Maar ook natuurlijk met dark rides. Dus ik dacht van, we hebben hier natuurlijk een dark ride gemaakt. Om weer een achtbaan te kunnen maken, moet ik eigenlijk ook weer een dark ride maken. Dus ik heb even op internet geresearched. En dan laat ik jullie zien dat ik het zelf niet ga bouwen. Ik ga wel een gedeelte bouwen, maar niet alles. Ik heb dus een aantal custom aangepaste constructies. Zo noemt het spel het in het Nederlands. Structures heet het volgens mij in het Engels. En die heb ik gedownload van een hele enge texture pack. Of een resource pack, om het zo te noemen. Of gewoon een custom scenery pack. Zo moet ik het eigenlijk noemen in de Rollercoaster Tycoon termen. En die heet iets met een G. De Geisterbaan A Huniker versie 1. Nou, iemand heeft dat dus heel mooi lopen maken. Het duurt even voordat het laat, omdat het een hoop bestandjes zijn. En mijn rollercoaster loopt zelfs een klein beetje vast. En hier zien we dus de dark ride. Dit is dus niet de complete dark ride, maar dit is een klein gedeelte. Nou, ik moet het dus ergens gaan neerzetten. Ik moet even kijken waar het leuk terecht komt. En ik denk dat ik hem hier moet plaatsen. Ja, ik heb haast geen keus. Het wordt dus een spookhuis. Als ik hem hier plaats, gaat hij te veel over het pad heen. Ik ga hem gewoon hier plaatsen. We klikken. En dan zal je zien dat het even duurt. Want het zijn echt een hoop objecten bij elkaar opgepropt. En zoals je ziet, hebben wij nu een keisterbaan. Het ziet er natuurlijk heel apart uit. Het is een kermisattractie. En het staat ook heel apart hier tussen. Maar ik vind dat het wel een beetje bij die Main Street past. En zoals je ziet, het is echt een... Ik zie het nou voor het eerst. Het is echt een hele leuke, aparte baan. Want de baan loopt dus in het spookhuis. Ja, ik moet even kijken hoe het loopt.
Het ziet er fantastisch uit. Ik weet niet of het ook naar boven loopt, want er zat dus een keisterbaan bij. Maar als ik die keisterbaan ging maken, dan was het dus een probleem dat... Wow, het is echt donker van binnen. Jeetje. Ik weet niet of we dit kunnen plaatsen. Ik weet het niet, want weet je wat het is? De baan die hoort er ook bij. En die baan moeten we nou zelf gaan maken. Oh jee. Oh jee, oh jee, oh jee. En dat dak, zijn dat allemaal, dat zijn natuurlijk allemaal losse onderdelen. Volgens mij, als ik dit weghaal. Oh, het was één dak. Nou, kijk eens. Het is echt verschrikkelijk donker. Ongelooflijk. Ik zit te denken, kan ik hier überhaupt wel iets in bouwen? Het is natuurlijk een vlakte. Het is echt een heel creepy spookhuis met hele aparte dingetjes. Ik hoop dat we hier wat in kunnen maken. Want ik vind het een beetje raar als ik dat niet zou kunnen. Ja, laten we het gewoon eens proberen. Het ziet er echt heel apart uit dit. Ook heel realistisch ook. Dat je gewoon... Ja, dit, dat dunne paadje is natuurlijk waar de mensen lopen. Het ziet er echt fantastisch uit. Moet je kijken. Zelfs een fucking... kamer. Grappig joh. Oké, okay, nou, we gaan eens kijken welke attractie hierin hoort. Want ja, we kunnen dit wel verwijderen. Maar ik vind het er eigenlijk heel erg leuk uitzien. Ik vind het echt leuk uitzien. Ja, misschien had ik hem moeten draaien. Maar ik vind hem zo ook wel knus tegenover de Main Street. Ja, ik vind het wel leuk dat het zo bij elkaar aansluit. Knusse gedoe. Heerlijk. Dus ik ga even kijken. We gaan eens even kijken welke attractie erbij hoort. Nou, kijk, dit is die... Keisterbaan, dat is een beetje de bad guy. Als ik daarop klik, dan loopt mijn rollercoaster vast. Maar daar zit wel het baanontwerp in. En ik kan het je even snel laten zien. Als die niet vastloopt, ik sla mijn spel even op. En anders knippen we gewoon de video dat ik het spel weer heb opgestart. Want dat duurt namelijk een minuut of 5, 6. Omdat het best wel een grote safe game is geworden. Een groot park. Ik open gewoon die keisterbaan. Waar stond die bij deze? En zoals je ziet, als ik erop klik, staat er dus een error. En mijn rollercoaster loopt vast. En ik moet hem opnieuw opstarten. We zijn zo weer terug. Ik beloof het je. Ik beloof het je plechtig. Als je gewoon een custom scenery, dan moet je zo mee uitkijken. Het kan altijd vastlopen. Want het is zo gevaarlijk als je één bestandje niet goed downloadt. En ik heb een README bestandje gelezen. Ik heb alles gedaan wat er stond. Installeer dat naar dat. Selecteer dat bestand naar die map. En doe dat en dat. En dat heb ik gewoon goed gedaan. We zijn weer terug in game mensen. En welkom terug. Ik hoop dat jullie weer terug zijn voor mij. Dat zat wel. Jullie hebben waarschijnlijk de video gewoon doorgekeken. Welkom terug iedereen. We zijn er weer terug. Hier in Rollercoaster Tycoon 3. En ik ben even wat dingen aan het verwijderen. Die namelijk erbij horen. Deze leuke wagen vind ik ook wel leuk. Dat maakt het wel echt een beetje spookhuis idee. En ik heb een soort van ding gedaan. Nog niet helemaal afgebouwd natuurlijk. Maar ik heb alvast een... spookhuisje neergelegd en er gaan ook deurtjes aan en uit en ik weet niet of die dingen ook bewegen of je die kan activeren, want ik weet dus eigenlijk voor de rest helemaal niks. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld wel een soort van doodshoofdje, maar ik weet niet wat ik ermee kan, want ik kan het niet aanklikken, omdat er dus van alles voor zit. Dat is dus een beetje de pesthekel aan alles. Ik weet ook niet of het draait hoor, dit ding. Oh, het knippert het? Serieus? Ja, het knippert! Oh, wat grappig! Oogjes knipperen. Ziet er leuk uit. Nou, aangezien het dus binnen een beetje donker is, heb ik de baan dus wit gemaakt voor een overzichtelijke view. En we gaan dus gewoon even een proberen te maken hier in dit park. Ik kan dit doen, zo'n bocht. Ik kan ook een wat scherpere bocht doen. Dat is zoiets als dit. Dat is misschien nog leuker. Dat vind ik altijd wel spooky. Maar waar moeten wij in godsnaam heen? Ik heb het een beetje gekeken. Je kan hier doorheen, hier naar rechts. Zo. En ik geloof dat ik dadelijk... Hier kan je ook alleen maar rechtdoor. Volgens mij is het... Het pad loopt volgens mij hier naar rechts. Nee, we moeten een scherpe bocht maken. Zo. En dan zie je ineens van hier van zo'n... Zo'n ding zo hier. Wow, eng. Volgens mij loopt het zo wel goed. Nee, dat gaat niet goed. Zie je, ik ga door de muur heen. Ik zit te kijken, waar kan ik nu heen? Hier moet ik hier draaien, ja. Oh, dan kom je hier uit. Oké, ik hoop dat dit goed gaat. Nu gaan we volgens mij door een deur heen, maar dat weet ik niet zeker. Want waar kom ik nou uit? Ik kom achter dit... Oh, wat leuk, het gaat er achterdoor.
Oh, ik snap het. Ja, want echt, dit is fantastisch, mensen. Dit is fantastisch. Je gaat natuurlijk door die deur daar. Je komt naar buiten. Dus je gaat hier rechtdoor. Je gaat langs spookhuis en je gaat daar weer erin. Oh, wat gaaf. Ik hou hiervan. Ja, ik ben helemaal gek van spookhuis. Dus je mag best wel aankloppen bij mij als je in een spookhuis wil. Dan ga ik sowieso met je mee. Waar moeten we nu heen? Want ik zie voor de rest geen deuren hier. Ja, ik weet dat je hier een deur ingaat. Volgens mij kom je zo achter deze muur terecht. Ja, we komen er wel. Het is even uitzoeken, maar we komen er. Dat is belangrijk. Hier zo kan je een bocht nemen. En waar moeten wij nu heen? Even kijken. Oh, dit is gaaf. Ja, we gaan hier achter langs, als ik het goed heb. En kunnen we dan hierheen? Ja, dit kan ook nog. Hier maken we weer een bocht. Het is best wel een heel leuk spookhuis. En lekker groot. Want spookhuizen duren meestal niet zo lang, vind ik persoonlijk. Dat vinden jullie ook wel, hè? Volgens mij wel. Jullie vinden dat ook. En hier gaan we naar voren. En als het goed is, is het één rechte lijn naar voren weer. En dan ga ik gelijk die deur fixen waar wij doorheen gaan. Nou, dit is het spookhuis. Ik heb hem gewoon gemaakt, joh. Leuke layout. Leuk. Ja, het ziet er heel grappig uit. Ik moet het nog gaan decoreren. Ik wil nog enge mannetjes inzetten. En een beetje spooky dingen. En dan hebben wij zeg maar een soort van alternatief spookhuis wat we hier hebben staan met de karretjes. Vind ik dit persoonlijk wel... ja, het is natuurlijk een kermisattractie. Maar dat vind ik wel iets gezelligs zijn wel op zich. Ik vind het wel gaaf. En het is ook wat makkelijker voor mij om te maken. Ik ga eens even de deuren fixen. Want wat gaat gebeuren? Oh! Eerst nog even de ingang en de uitgang. Die maken we onzichtbaar, want dat houdt het realistisch. Dus hier doen we de uitgang doen we dus hier, denk ik. Dat ze dat zo willen dat we dat doen. En hoe ik het dan doe, is dat ik dan zeg maar die trappetje of die palen, die haal ik sowieso weg. Want dat ziet er niet uit natuurlijk. Dit gaat dwars. Kijk, en dit ziet er beter uit. Dit is ook wat de makers willen. Een trappetje voor de ingang en de uitgang. En het komt precies uit op de kassa. Superleuk. Wit gaat natuurlijk verdwijnen, het wit. Dat gaan we nu gelijk aanpassen dan. En dan. Nee, dat gaan we eerst doen als we... Ik doe alles door elkaar, moment. Dit zijn de deuren, die open en dicht gaan. Die moeten natuurlijk open gaan op een moment dat het karretje komt. Ik denk dat dat daar is. En deze deuren, die andere... Even kijken, waarom selecteer ik gras? Ik moet geen gras selecteren, ik moet... Ja, de deurtjes. Die moeten dus geselecteerd worden op... Even kijken. Als wij ze selecteren, kunnen wij kiezen dit. Huppakee. Zullen wij een testronde doen? Of even kijken dat de deuren wel open gaan en dicht. Eerst even kijken. We hebben... Hoeveel karretjes hebben we eigenlijk? We hebben maar één karretje. We hebben maar één karretje. Wat zielig. Moment, moment. We moeten het wel met meer karretjes proberen natuurlijk. Spookhuis heeft meer karretjes. 16 stuks. Dat is wel heel veel. Dan staan ze volgens mij in het spookhuis zelf. Ja, dat moeten we dus niet hebben. Laten we het houden bij een stuk of 11. Nou, we gaan eens even testen. Zo... Kijk, een mooie view. Kijk eens, dit is creepy hoor. Deurtje gaat open, deurtje gaat dicht. Ja, nou, het karretje gaat dus gewoon door het spookhuis. Gaat best wel hard, vind ik. Hè? Ik vind het best wel, gaat best wel snel. Ik vind dat onrealistisch is. We gaan sowieso een klein beetje slomer doen. En dit is het slomste wat we kunnen doen. Kijk, en dit maakt het wel spannend, ja. Oh, die scherpe bochten. Ik vind het nou al creepy. Dan gaan we kijken of het werkt met die deurtjes. Zouden, als het goed is, zou die deurtje open moeten gaan. Zonder dat het karretje botst. Juist. En ook aan de andere kant wil ik even zien of dat lukt. Even kijken of dat goed werkt. Met die karretjes. Even kijken, die deurtjes. Ja, perfect. Heel creepy. Gaan die deuren niet te snel open? Even kijken hoor. Nee, dat gaat goed. Oké, prima. Nou, ik denk dat dit wel een hele leuke baan is. En dat we het goed hebben gedaan. Ik ga de baan natuurlijk een donkere kleur geven. Want we mogen die baan helemaal niet zien. Maar dat doe ik natuurlijk aan het einde. Want dadelijk zie ik die baan helemaal niet meer goed. En dan, nou, ik denk dat ik het wel... Dat is overdreven, denk ik. Ik denk als we dit gewoon zwart maken. Even kijken, mijn webcam staat er net voor. Dat je, ja, dat zie je nog wel makkelijk. Je ziet de baan nog wel lopen. Nou, dat is op zich wel redelijk. We gaan dus even opslaan. Want... Nou, we hebben de baan in principe nu af. Dus we gaan nu de decoratie doen. En het dak komt pas op aan het einde natuurlijk. Anders wordt het veel te moeilijk. We gaan eens kijken wat voor sets hebben wij wat we kunnen gebruiken. Want we kunnen natuurlijk ook bestaande rollercoaster dingetjes gebruiken. Zoals deze schedels. Die kunnen we natuurlijk ook ergens neerzetten. Is ook geen punt.
Ik selecteer even de enge spooky sets. Dat zijn dus het heksen, je spookachtig en het avontuurlijk. Maar het avontuurlijk zit vaak niet echt enge dingetjes. Maar wel de vlaggetjes met bijvoorbeeld een skelettenhoofdje eraan en zo. Dus dat wil ik er wel in doen. En natuurlijk ook deze creepy handjes die omhoog gaan. Uit het graf zo van die zombie clown. Ik denk dat we deze nu weg kunnen doen. De vogelkraai die is ook heel, heel cool om even neer te zetten. Huppakee. Echte oldschool zombie handen moeten er sowieso ook in, hè. Zo. En natuurlijk ook grafstenen zetten we erin. Ja, dat vind ik altijd gaaf. Oké, wat hebben we nog meer? We hebben de spooky bomen. Die kunnen natuurlijk ook binnenin staan. Want dat ziet er ook heel creepy uit, de bomen. De spookachtige bomen, ook heet het, hè. Dat zijn deze demonenkoppen die ik hier ga plaatsen, waar je onderdoor gaat. Twee is misschien overdreven, dus ik haal er één weg. Maar die ziet er wel creepy uit, want deze hele deur, dit hele gangpad was een beetje saai. Dus ik heb het een beetje opgevrolijkt. En ik ga eens kijken, want we gaan een aantal dingetjes doen. Dus even kijken, waarom zie je dit niet zichtbaar op... Oh ja, een beetje bloedspetters op de muur. Dat is misschien wel gaaf. Even kijken. Wat kunnen we nog meer doen? We hebben ook handafdrukken. Dat is misschien ook wel heel liguber. Even kijken. Ja, handafdrukjes. Maar die staan er niet op een muur. Maar die staan gewoon in de lucht. Dus die moet ik even weghalen. Voor de realisme. En die gaan we dan hier plaatsen. Huppakee. Nou, dit ziet er wel echt heel erg vet uit. Dit spookhuis. Ik heb al een aantal dingen geplaatst. Dus een aantal standaard objecten. En ook een paar gedownload objecten. Zie namelijk deze kooi. Met zo'n zombie eruit hangen, zeg maar. En ja, een paar lantaarnpaaltjes, zoals je ziet. Een paar pompoenetjes en een paar standaard objecten hier. Wat zombies, mensen met een masker op, zoals je ziet. En iemand die soort van schiet. Dus een soort van shooterman. Weet je, Call of Duty lijkt net, hè? Call of Duty zombies. Nou, en hier is ook wel gaaf. Ik heb een geest hiervoor neergezet. Als je hem goed ziet, zie je hem. Dat is het begin van het spookhuis. Dus je komt aan. Echt wel heel creepy. We kunnen ook, als we hier een beetje enge muziek onder doen, dan wordt het zeker wel echt iets heel vets. Dat kan ik je nou al garanderen. Fireplace, dat is ook wel heel creepy, hè? Fireplace hier. Oh, ja, ja, ja. Ik weet hoe ik dit ga doen, hoor. Twee van die stoelen erbij. En een klok. Die moet er natuurlijk ook in staan. Het moet niet te druk worden, ik weet het, ik weet het. Maar die klok kunnen we wel neerzetten daar in die hoek. Dat maakt het wel gaaf, een pianootje. Waarom trappen? Ja, sorry, ik plaats er weer iets en denk van waarom plaats ik het, zeg maar. Waarom zou je trappen in een binnenwoning moeten doen, zeg maar. Kijk, ik heb hem er doorheen geplaatst. Ik weet ook niet waarom. Dat lukt niet helemaal. Heel druk spookhuis, vind je niet? Maar dat mag ik wel. Dingen bewegen ook, dat vind ik ook leuk. Maar dat is in die standaard set van het spel. En dat vind ik ook wel fijn. Ik vind dat we die, even kijken, die furniture bookcase, die kunnen we hier ook wel neerzetten. Dat we een beetje een woonkamertje kunnen maken. Kunnen we hier plaatsen, denk je? Ja, het zou wel kunnen op zich. Zo. Oh, dat vuur komt wel heel erg bovenuit, lijkt het net. Nee, dit is helemaal niks. Oh ja, je hebt wel bewegende dingen, maar ze zijn zo huge. Die dingen zijn zo huge. Kijk, die komen gewoon er bovenuit. Zie je het? Ik kan het op zich wel doen. Maar dat is onrealistisch, want dan steekt dat knopje steekt dan boven het plafond uit. Ach. En dat zijn bijna de enige bewegende dingen. Ook die heks hier. Maar kijk hoe groot het is. Rollercoaster Tycoon World, ga alsjeblieft je game aanpassen. Ik maak objecten niet zo ontzettend groot. Het is nergens voor nodig. Doe het gewoon niet. Alsjeblieft. Doe het gewoon niet. Wil je nog net niet smeken, maar ik hoop echt dat ze ervan hebben geleerd... Om objecten gewoon niet zo groot te maken. Want het gaat gewoon te ver. Leuk hè, dat ik me zo kan druk maken om een spelletje. Ik weet het, het is niet nodig. Ik weet het. Zijn jullie heel benieuwd naar dit spookhuis? Ik ben heel benieuwd. Het wordt nu al echt een plaatje. Hè? Mensen, ik bedank je voor het kijken naar dit spookhuis. En tot de volgende keer, dan gaan we verder met Rollercoaster Tycoon 3. Waarin we dus dit dak erop zien en ook de attractie afbouwen. Dus nogmaals, geef een like als je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm. Dus tot dan. Doei doei!